Ik dien te verontschuldigen onze fractievoorzitter Servet Verheerstraeten. Die is weerhouden om andere redenen. Van CD&V, ja. Ja. Klopt. Goeie aanvulling. Hier komt geen Israël. Vrienden, de verkiezingen zijn voorbij. Beste collega's, de strijd is gestreden. Wat mij vooral opviel bij deze verkiezingen 2014 was hoe mooi alles verliep. Wat niet overal zo evident is. Kijken we maar even buiten onze landsgrenzen. Maar het was fijn, zowel op menselijk als op organisatorisch als op technisch vlak. Mooi op menselijk vlak, omdat iedereen in de campagne respect toonde voor elkaar. Het was organisatorisch knap, dankzij de goede samenwerking in gans het land van magistraten, voorzitters van de kieshoofdbureaus, alle leden van de stem- en telbureaus, onze gemeentelijke ploegen en alle andere medewerkers en niet te vergeten de vrijwilligers. Een technisch getrainde ploeg behandelde efficiënt de problemen die zich stelden bij organisatie van dergelijke massa-evenement voor bijna 8 miljoen burgers-kiezers. Het was met andere woorden echte democratie in actie. Proficiat aan iedereen. En tevens felicitaties aan alle fracties en kandidaten die deelnamen aan deze verkiezingen 2014. Je kan niet altijd winnen en niet iedereen kan winnen. Vandaar ook aan de grote winnaars van de stembeslag mijn persoonlijke proficiat. Goed, wij beginnen dan de agenda met puntje 1, de notulen van de gemeenteraad van vorige maand, 28 april. De goedkeuring hierover wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja, dan puntje 2, de Molse sportinstellingen, VZW, jaarrekening 2003. Er is een overschot, de toelage 141.578,52 euro. De goedkeuring hierover wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja, Peter, ik had een vraag. Excuseer. Ik had een vraag. Daar staat bij op het overzicht, de vlottende actieven. Het gaat wel over het jaar 2012 nog. Daar staat handelsvorderingen, dubieuze debiteuren. En dan is daar een waardevermindering geboekt ook. Wegens dubieuze debiteuren van 27.000 euro. Over wat gaat dat? En dan wat meer uitleg over. Geef even het woord aan Schepenverdonk. Ja, Jan, uw vertegenwoordiger heeft dat ook gehoord op de algemene vergadering die we hebben gehad in april. Dat is eigenlijk wat we hebben afgeboekt. De schulden die de vorige uitbaatster van de cafetaria had, hebben we toen in dat boekjaar opgenomen. Hebben we dat eigenlijk, die schuld, dat verlies hebben we eigenlijk afgeboekt in de rekening. Dat gaat ook over een aanzienlijk bedrag. Nu, ik denk niet dat we hier in de openbare zitting daar moeten over hebben. Ik wil daar straks wel over uitweiden. Maar dat gaat over een verlies dat wij hebben afgeboekt. Daar zijn lessen uitgetrokken. Goed. Dan puntje 3. Jan, u was toch akkoord, hè? Ja. Puntje 3, rekening 2013, programma VZW Cultureel Centrum. Het resultaat van het boekjaar bedraagt 64.056,46 euro. Winst weliswaar. De goedkeuring hierover wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dan puntje 4. Onderhoudswerken aan diverse lokale wegen. De straten staan hier vermeld. Het betreft een openbare aanbesteding voor een raming, inclusief btw 599.410,63 euro. De goedkeuring, de lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Jaco. Ja, voorzitter. We stellen onze vraag. Onderaan bij de omschrijving van de opdracht staat, de lijst is niet limitatief. Er kunnen straten toegevoegd worden in functie van het beschikbare budget. We vroegen ons af op welke manier dat dan omschreven wordt in de echte aanvraag die naar de eventuele kandidaten gaat. Want er is wel een budget omlijnd, maar de eventuele omvang van het werk is blijkbaar niet bepaald. Schepenschoofs? Ja, dat zijn onderhoudswerken die gebeuren volgens een bepaald lastenboek. Dus het is het lastenboek dat bepalend is over de kostprijs. Het is de procedure die ook gebruikt wordt in andere straten.
Er is een lijst opgemaakt door onze diensten met een, in volgorde de meest onderhoudsnoodzakelijke wegen. Hetzelfde hebben wij voor voetpaden en fietspaden. Dus procedures worden wel degelijk in het bestek opgenomen, hè, de procedure van werken. Men moet een prijsopgave doen op basis van die procedure. En bovendien is dat een open aanbesteding, dus in principe speelt de concurrentie daar voluit. Dus ik denk dat dat gegarandeerd is dat we hier eigenlijk aan concurrentiële prijzen kunnen gunnen. Ja, ja, dat geloof ik best, maar op welke manier wordt het dan verklaard dat de lijst niet limitatief is? Allee, ik bedoel, hoe wordt het omschreven en op welke manier kan het dan dat zijn heeft te maken dat je tegen een aannemer moet zeggen van die straalt me er ook nog bij dan? Ja, inderdaad. Dat heeft te maken met het feit dat men heel moeilijk op voorhand kan zeggen hoeveel straten dat er voor dat budget gaan kunnen hersteld worden. Hè? Dat hangt af van de, ja, de interesse van de aannemers en de scherpte van de prijzen die de aannemers opgeven. Dus valt dat mee, dan kunnen wij met dat budget meer straten doen. Valt dat tegen, ja, dan kunnen wij daar slechts een beperkt aantal straten mee doen. Maar ik zeg het, we hebben wel degelijk een lijst, hè, die is trouwens in te kijken door de raadsleden. Als u wenst, wil ik u die wel eens bezorgen. Waar duidelijk een volgorde op staat, waar ook, dat zijn meterprijzen die je dan ook krijgt. En de lengtes van die wegen, die staan er ook allemaal bij, en van de voetpaden ook. Ja, maar dus in de openbare aanbestedingen wordt die straten niet gespecificeerd, begrijp ik dan? Nee. Er wordt prijs gevraagd voor een aantal meter. Van het procedé en een wellicht ruwe schatting, hè, want als een aannemer voor dat bedrag werken kan uitvoeren, ja, dan kan hij ongeveer inschatten wat hij aan verplaatsingskosten en werfinrichtingskosten heeft. Als hij maar voor een klein bedrag moet komen, dan gaan die overheadkosten natuurlijk in een andere verhouding staan dan dat voor dit bedrag is. Ja, maar als er tegenvalt, kan het zijn dat er een aantal van die straten wegvallen? In principe niet. Onze mensen maken zelf ook ramingen. En zij gaan ervan uit dat dit ongeveer het minimum is dat we daar moeten mee kunnen uitvoeren. Goed, iedereen akkoord? Ja. Dan puntje 5 is de raamovereenkomst voor het leveren van hout voor diverse producten gedurende 3 jaar. Het betreft een open offertevraag of aanvraag en het betreft een raming van 156.188,15 euro btw inclusief. Gevraagd wordt de goedkeuring voor de lastvoorwaarden en een gunningswijze. Iedereen akkoord? Ja. Dan puntje 6 is het aanstellen van een studiebureau voor het ontwerp van rioleringswerken. Het betreft hier weer een open offerteaanvraag en de raming voor de werken. Wat de totale raming betreft is 194.538,02 euro inclusief btw. En het aandeel van de gemeente zou zijn 36.498,22 euro btw inclusief. Gevraagd wordt de goedkeuring voor de lastvoorwaarden en de gunningswijze. Jan-André. Ja, ik had er eigenlijk een klein vraagje over. Dat is nu gekoppeld aan Hydrosan, als ik mij niet vergis. En als ik het in de tijd goed begrepen had, ging eigenlijk het grootste deel, of de rioleringswerken zelf, gingen betaald worden via Hydrosan door de bijdrage die de mensen op hun pitbaarrekening gaan betalen. En ja, hier is dan het percentage dat de gemeente zelf moet betalen. Schepenschoofs? Ja, dat klopt, André. Het is dus zo dat wij voor wat betreft de riolering een toezegging hebben gekregen, vrij onverwachts, door de VMM, van 2 grote rioleringsprojecten. Trouwens, straks kunnen we misschien nog even van gedachten wisselen ook over de Sint-Apollonialaan, want dat staat ook op de toegevoegde agenda. Die is vrij onverwachts toch nog door de VMM toegezegd als subsidiedossier. Net als dit dossier
Collegestraat, Gaststraat, Astraat, Vennestraat, Schansstraat en Gasthuisstraat en Sint-Pieterstraat. Ja, wij hebben eigenlijk van begin af aan ons geëngageerd van te zeggen, kijk, indien VMM toch nog op een rollend meerjarenplan een aantal dossiers vrijgeeft die voor 100% gesubsidieerd zijn wat het luik riolering betreft, dan gaan wij toch die cofinanciering ook vanuit de gemeente aangaan via PITPA, want PITPA gaat als bouwheer fungeren, PITPA Hydrosan gaat als bouwheer fungeren indien dat het rioleringswerk groter is dan de helft van het totale werk. Anders fungeren wij als bouwheer. Bijgevolg gaat dat ook via de PITPA-begroting betaald worden. Wij gaan de PITPA-begroting daarvoor wel moeten bijsturen. Nu, vraag is alleen binnen welk tijdsbestek dat die werken kunnen uitvoeren. Het is dus zo dat wij voor 25 januari 2015 de voorontwerpen van die twee dossiers moeten overmaken aan de VMM. En nadien is er eigenlijk een periode van 3 jaar die men krijgt om eigenlijk het dossier verder af te werken en te starten met de werken binnen de 3 jaar. Nu, uit het verleden blijkt ook dat zij daar ook soepel zijn indien dat er zich problemen voordoen aan cours de route. Dus ja, wat betreft Sint-Apollonialaan hadden wij eerder al een voorontwerpdossier klaar. Dus daarvoor moeten wij geen ontwerper meer aanduiden. Maar voor dit dossier moeten wij dat dus wel. En bijgevolg hebben wij nu eigenlijk vrij snel moeten handelen om dit dossier nog op de gemeenteraad te krijgen. En dat dus nog, ja, dat voorontwerp toch nog klaar te krijgen tegen januari van volgend jaar. Oké. Iedereen akkoord? Ja, dan puntje 7. De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest, NV Aquafin, PITPA en de gemeentebesturen Mol, Balen en Meerhout voor samengevoegde opdrachten van diensten van algemeen belang. Een studieopdracht voor de herinrichting van de N110 Mol, Balen, Meerhout. Overeenkomstig artikel 38 van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 wordt het Vlaamse Gewest als aanbestedende overheid aangeduid om in gezamenlijke naam van al de partijen op te treden bij de gunning, de begeleiding en de uitvoering van de opdracht. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja. Dan puntje 8. De verkoop van 4 percelen... De gemeente Mol is eigenaar van 4 percelen gelegen binnen het projectgebied Eels-Venne-Haaksstraat. Ze staan opgesomd in het dossier over welke percelen het net gaat. Het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2011 opteerde om deze 4 percelen te verkopen aan IOK. De gemeenteraad verleende in zitting van 24 maart 2014 volmacht aan IOK om een verkavelingsvergunning aan te vragen voor deze 4 percelen. Goedkeuring tot verkoop aan IOK wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Koen. Ja, mijn vraag is gewoon, wat was in de tijd de bedoeling van het verkopen van de verkoop van die 4 percelen? En een tweede vraag, gaat dat eventueel een gevolg hebben, de verkoop aan IOK, op de verkoopprijs van die percelen? En dus gaan de mensen die de eventuele aankopers van die percelen daar het gevolg van zien? Schepen Schoofs. Ja, het is van bij aanvang de bedoeling geweest, en ik denk dat collega Peter zelfs ook kan aanvullen, om hier een sociale verkaveling te realiseren. Dus dat is eigenlijk de reden waarom wij hier samengewerkt hebben met IOK. IOK heeft een aantal privaat-eigenaars gecontacteerd om dat binnengebied eigenlijk samen te voegen. En daar zitten ook een aantal percelen van het gemeentebestuur in, die wij dus hierbij te koop aanbieden na de beslissing van de gemeenteraad. Tegen het schattingsverslag dat
ook in het dossier vervat zit. Oké, iedereen akkoord? Dank u. Dan puntje 9. Het is wenselijk een reservatiesysteem in te voeren voor de buitenschoolse kinderopvang. Omdat de reserveringsmodaliteiten deel uitmaken van het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang, wordt het aangepaste huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan deze raad voorgelegd. Het zat in het dossier. Is iedereen akkoord met deze aanpassing? Peter? Ja, Solange? Wij zouden ons willen onthouden in dit punt, omdat er toch wel een paar dingen in staan waar we niet mee akkoord zijn. Zoals vorige gemeenteraad aangehaald, dat de opvang chronologisch, of de inschrijvingen chronologisch gebeuren. En dat eigenlijk niet juist, dat zou eigenlijk op een andere manier moeten kunnen, omdat dus ook met de vakantieperiodes is het zo dat in de derde week kan er gereserveerd worden. Mensen die op maandag kunnen reserveren, hebben dus al de plaatsen. Mensen die om een of andere reden op vrijdag pas kunnen reserveren, bengelen dan aan het... Dus die hebben dan meer kans op een annulering van de aanvraag. Ik denk dat er misschien toch wel een programma kan ontwikkeld worden waarop men zich kan baseren van hoeveel mensen al een annulering gekregen hebben. Hè, dus op die manier afwegen. Ik ben nu wel geen ICT'er, maar ik kan me best voorstellen dat dat wel kan ontwikkeld worden. Ik heb daar met een ICT'er over gepraat en die heeft dat beaamd. Hij heeft zelfs aangehaald voor daar misschien met de informatica-studenten een programma rond te ontwikkelen. Hè. Dus wat misschien nog een goede tip voor BKO. Dan staat er ook nog die reservelijst. Die kan bekeken worden dat je van de reservelijst toch wel opgenomen wordt in de effectieve lijst. Dat blijft bij mij het probleem dat mensen zonder pc dat zelf moeten nakijken, dat die niet persoonlijk worden verwittigd. Ik denk toch wel dat dat moeilijk is, ongeacht dat er op veel plaatsen een pc kan gebruikt worden. Maar als je dan telkens moet gaan kijken of dat je van die reservelijst afkomt, mij lijkt dat niet gemakkelijk voor die mensen. Dan heb ik ook nog een opmerking, daar hebben we het vorige keer niet over gehad, maar het feit dat het krekeltje sluit 2 weken in de bouwverlof en 1 week in de tijdens de kerstvakantie. Ik vraag me af of dat eigenlijk... Ik denk toch wel dat er heel veel mensen zijn die wel werken in het bouwverlof. En een gemeentendienst, misschien kunnen die zich toch wel hun verloven afstemmen op elkaar, dat die een dienst toch wel kan gegarandeerd blijven. Ik zie dat er bij het ten opvang van de vakantieperiodes toch nog altijd de sanctionering gehandhaafd blijft, dat de mensen een volledige dagprijs moeten betalen als er te laat wordt geannuleerd. Terwijl dat er over die momenten van voor- en naschoolse opvang is er in overleg met dat comité bekomen dat de sanctioneringsprijs onder de opnameprijs ligt, opvangprijs. Dus dat vind ik eigenlijk toch wel logischer. Dan had ik nog... ik had nog een vraagje over... Er is een... Als men moet annuleren bij overmacht, wordt daar vermeld dat er maximum 10 momenten dus kosteloos kunnen. Maar ik weet eigenlijk niet hoe dat ik dat moet zien, omdat je kan vanaf 10 weken voor het moment van opname, kan er gereserveerd worden. Dus dat zijn 70 dagen voor het moment van opvang. En vanaf de 41ste dag onnodig een reservering plaatsen, wordt er een prijs berekend van 75 cent. Dus wat is er dan bij die mensen die in geval van overmacht vanaf dag... wacht, ik heb het even... Dus dag 70, vanaf dag 41... maar dat is even mijn vraag. Eigenlijk, wat wordt er dan bedoeld met... maximum... Wacht, ik ga even zoeken, want ik ben het kwijt. Ik denk dat je bedoelt, hè. Dus ja. Ter status, als je dus reserveert en je daagt niet op, of je geeft nadien geen wettiging voor die afwezigheid,
dan moet je in principe die reserveringsbijdrage betalen. Maar we voorzien dus een uitzondering voor 10 opvangmomenten per jaar. In alle andere gevallen natuurlijk moet je ze wel betalen, behalve bij overmacht uiteraard. Dat is juist de omschrijving van overmacht. Maar die overmacht moet dan ook wel aangetoond worden. Ja. Maar het is toch bij die gevallen van overmacht dat er vermeld wordt, hè, van die maximum 10 opvangmomenten. Want ik kan mij voorstellen, als die mensen vanaf dag 1 elke dag opvang nodig hebben... Overmacht is overmacht, hè. Dat gaat niet elke dag voorkomen. Overmacht is een zeer uitzonderlijke situatie. En het systeem dat we hier in het leven roepen is enerzijds gemaakt om ervoor te zorgen dat we zicht krijgen op het aantal op te vangen kinderen per opvangplaats. Enerzijds omdat we moeten voldoen aan normen van kind en gezin. Anderzijds omdat we moeten in een aantal personeelsleden inzetten en omdat we dat juist willen afstemmen. Dus vandaar dat er een reservering noodzakelijk is. Als mensen gereserveerd hebben en ze annuleren niet, maar ze dagen ook niet op, dan is dat asociaal. Want dat wil zeggen dat zij wel een plaats volzet houden die niet door iemand anders desgevallend kan ingevuld worden. Dus we moeten daar eigenlijk ook wel kunnen sanctioneren. Ja, maar we willen begrijp, daar niet te ver in gaan. Vandaar dat er dus wel een aantal uitzonderingsmaatregelen in voorzien zijn. Mm-hmm. En dus, wat je daar net vermeld, is zo eentje. Hè. Ja. Dus, maar we gaan natuurlijk zien, want ik sta helemaal open voor uw opmerkingen. En ook voor de collectieve vakantiesluiting. Ik heb dat ook al op de tafel gelegd, maar... De begeleidsters zelf houden daar eigenlijk nogal aan vast. Maar dat wil niet zeggen dat dat na verloop van tijd niet meer terug ter sprake kan komen. Maar ik zou voorstellen dat we eerst het systeem dat hier nu voor ligt goed laten functioneren. En dat we dan, want die groep die hierover overleg gepleegd heeft en uiteindelijk ook dit voorstel een goed voorstel vindt, die gaan we natuurlijk in de toekomst blijven samenroepen. En daar gaan we ook wel alle andere dingen die met kinderopvang te maken hebben, bespreken. Dus ik zou echt willen voorstellen om vandaag aan dit ontwerp niets te veranderen, precies omdat dat tot stand gekomen is na nauwkeurig overleg met die groep die samengesteld is uit directies van de scholen, uit gebruikers, uit leden van de oudercomité's. En ze hebben daar heel hard aan gewerkt. We hebben met hun mening ook rekening gehouden. Ik heb u dat vorige keer ook al gezegd. Dus ik zou het nu ook niet fair vinden ten opzichte van hen dat we nu hier gaan dingen veranderen. Hè. Maar dat wil niet zeggen, dit is geen status gegeven. We hebben een nieuw systeem. Dat is nu in proefproject bij de school van Gompel. Ik verneem dat het allemaal vrij goed verloopt. Dus ik heb nog geen definitief rapport. Maar de tussentijdse berichtgeving is eigenlijk vrij positief. Dus laat ons het nu eerst verder uittesten, laat ons het op gang zetten en dan wordt het meermaals geëvalueerd en zullen we ook daar waar nodig bijsturen. Dit zal wellicht niet perfect zijn, maar we moeten ergens starten en ik denk dat wat heel erg belangrijk is aan dit gegeven is dat het heel nauwkeurig overlegd is en overlegd is en echt wel rekening gehouden is met wat er opgemerkt is. Dus ik zou het graag zo ter stemming leggen. Ja, akkoord, dat er inderdaad aan dat overleg, dat is zeer goed. Maar de reden waarom dat ik juist aangehaald heb, gaan wij ons onthouden hier. Dus onthouding voor de memo-fractie. Voor de rest iedereen akkoord? Dank u. Dan puntje 10, om een grotere expertise te genereren binnen het vakgebied HR en organisatie en om een verdere professionalisering van ons HR en organisatiebeleid te behalen, wenst het bestuur aan te sluiten bij Jobpunt Vlaanderen. De goedkeuring hiervoor wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Dan in het vast brandweerkorps is er een vacature van onderluitenant bij de aanwerving kan op, oh sorry, die bij aanwerving kan ook openverklaard worden. Een wervingsreserve kan worden aangelegd. Dat is puntje 11. De kandidaten die wensen deel te nemen om in aanmerking te komen, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden die zijn opgesomd in het dossier. Gevraagd wordt een voltijdse functie van onderluitenant
man of vrouw in het vast brandweerkorps bij aanwerving open te verklaren van 4 september 2014 tot en met 22 september 2014 en een wervingsreserve aan te leggen voor de duur van 1 jaar. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Ja. Dan puntje 12, dat is dan het zojuist goedgekeurde punt. Voor die voltijdse functie van onderluitenant in het vast brandweerkorps, volgens het KB van 19 april 1999, is de gemeenteraad bevoegd voor de samenstelling van de examencommissie. Er is een voorstel gedaan tot samenstelling en wij vragen hier de goedkeuring van de raad. Is iedereen hiermee akkoord? Dank u. Dan met jullie goedvinden zou het puntje 13 tot en met 16 willen samennemen. Het betreft hier de herberekening van lestijdenpakketten voor de gemeentelijke basiskleuterscholen. Is iedereen akkoord met die herberekening van die lestijden? Ja, dank u. Dan puntje 17. Dat is de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en de EVA VZW Molse Sportinstellingen. Die overeenkomst zat in het dossier en hiervoor wordt de goedkeuring gevraagd. Is iedereen daarmee akkoord? Ja, Hans. Ik had nog een vraag. Ik weet niet of het bij punt 7 of bij punt 18 hoort, want het gaat over de samenstelling van de Raad van Bestuur. Wanneer de verdeling gebeurt op basis van de methode DONT, hoe komt het dan dat de twee partijen die in deze gemeenteraad een gelijk aantal zetels hebben, toch een verschillende afvaardiging hebben? Schepen Verdonk. Als je de telling maakt, dan zou CD&V en N-VA een gelijk aantal vertegenwoordigers moeten hebben. Maar vermits dat eigenlijk de meerderheid van het aantal zetels moet hebben, komt die laatste zetel naar ons toe en niet naar jullie. Maar als we in het oorspronkelijke voorstel de optelsom maken, dan is er een verschil van 2 zetels. Nee. Ik had in het oorspronkelijk voorstel CD&V 5, SPA 2, Open VLD 1. Met wij 4. Jullie hadden er vroeger 4, jullie gaan nu naar 5. Wij hadden er vroeger 5 en we gaan nu naar 6. Dan blijft het verschil van 2, volgens mij. Nee. Het zijn 16 vertegenwoordigers, waarvan dat... En elke partij moet, dat staat ook in de statuten, elke partij moet 1 vertegenwoordiger hebben. Dus Vlaanderen heeft er 1, Memo heeft er 1, SPA, VLD heeft er 1, SPA heeft er 2, jullie hebben er 5 en wij hebben er 6. Dan kom je op 16. Volstaat dat, Hans? Ja? En iedereen akkoord daarmee? Ja, dank u. Dan puntje 18 is het aanduiden van die vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur. Nu, die namen werden opgevraagd bij de diverse fracties. Iedereen heeft zijn kandidaturen ingestuurd. Mijn vraag is alleen, is de raad akkoord dat wij dat goedkeuren met de namen die zijn opgegeven? Of wensen jullie daar een geheime stemming over? Ja. Gewoon de lijst. Ja. De schepen zal even de namen dus aflezen. Iedereen... Blijkbaar vindt iedereen het heel leuk bij de VZW Molse Sportinstelling dat nu een EVA gaat worden, want iedereen die er nu in zetelt, blijft erin zitten. En er komt dan Hans komt erbij vanuit de N-VA-fractie en voor de CD&V zal dat Anne van Hout zijn. Zo dat voor categorie A ook nog een vertegenwoordiger van het college moet worden aangeduid. Een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. Dat is het voorstel van Paul van Hoof als effectieve en plaatsvervanger Peter van Rompuy. Dat is iemand, een lid van het college, die moet afgevaardigd worden naar de raad, naar de vergadering. Goed, is dat duidelijk voor iedereen? En... Stemmen of niet stemmen? Stemmen? Of iedereen akkoord? Ik kijk even naar de N-VA-fractie. Akkoord, André? Goed, unaniem akkoord. Dan dank u. Dan puntje 19.
Bij een brief van 15 april 2014 vraagt IVK om de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 24 juni goed te keuren. De agenda stond in de agenda vermeld. De goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dat zijn twee dingen voor te stellen. Wacht even. Welk? Dat is voor IVK. Puntje 20 dan, Pontes. Bij een mail van 28 april 2014 vraagt Pontes om de agenda van de algemene vergadering van 18 juni goed te keuren. De agenda kunt u vinden in onze agenda en de goedkeuring hiervoor wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja. Dan is er puntje 21 ook een brief van 28 april 2014 en hierin vraagt IK om de agenda van de algemene vergadering van 24 juni goed te keuren. Iedereen akkoord met die agendavoorstel? Dan moeten wij op puntje 22 een aanduiding doen van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor IK. Hier moeten wij stemmen. De secretaris zal onze stembriefjes bezorgen. En wij wachten daar even voor. Ja, het rode potlood, maar dat is stilaan wel voor iedereen duidelijk, denk ik. Bart en Thomas, willen jullie nog eens even helpen, alsjeblieft?
16 stemmen. Uitslag van de stemming voor de vertegenwoordiging in de algemene vergadering van ICA. Verbeken André 11, Belmans Mia 11, Vrijs Lotte 16 en Luiks Maria 16. Dat was 1 ongeldig en 2 blanco's. Oké. Okay. Ja, dat is een missie. Goed. Puntje 23 dan. Bij een brief van 28 april vraagt Pitpa om de agenda van de statutaire jaarvergadering van 16 juni 2014 goed te keuren. Kan iedereen die agenda goedkeuren? Ja? Dan puntje 24, dat is weer een aanduiding van de vertegenwoordiger voor de statutaire jaarvergadering van Pitpa. Wij worden gevraagd de aanduiding van een vertegenwoordiger in de jaarvergadering en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden. Goed, de secretaris bezorgt ons de biljetjes.
uitslag van de stemming voor de vertegenwoordiger van de statutaire vergadering. 17 Luiks Maria, 11 Jan van Geel. En als plaatsvervanger 17 Paul Jansen en... Sorry, 11. Dat is omgedraaid. Maar je zei allemaal goed mee. Vrijs Lotte, 17 en Paul Jansen, 11. Oké? Okay? 2-2 Blanco. Goed, dan zijn we gekomen aan de toegevoegde agenda. Aan puntje 24a. En dan zijn we bij fractievoorzitter Vlaams Belang, Jan. Het proefproject Blikjes. Aan u het woord, Jan. Ja, Peter. Vorig jaar, of bijna een jaar geleden, de gemeenteraad van Uni, hebben we het punt op de agenda gezet om de blikvangers terug langs de inwalswegen mol te plaatsen. Om zo de problematiek van de zwerfvuil aan te pakken. We gingen toen niet in op onze vraag, want er was erin geslaagd om een proefproject binnen te halen van de Vlaamse overheid. Dat was een samenwerking tussen IOK, OVAM en FOSPLUS. Maar ondertussen hebben we niks meer gehoord van dat verhaal. Dat was woensdag, want woensdag heb ik het punt ingediend en woensdagavond zat de duurzaamheidskrant in de bus. Dan heb ik dan al een stukje gelezen, maar is dat het project dat in die duurzaamheidskrant staat waarover dat je toen sprak, of is dat nog een ander project? Schepen van Rompuy. Jan, je hebt dat goed gelezen. Dat is een stuk van het project. Het is zo dat samen met IOK, FOSPLUS, OVAM en de gemeente Mol een budget ter beschikking is gesteld om iets te doen met de fractie van PMD en bijzonder Blikjes. Dat is een project dat loopt in twee fases. De eerste fase is 2014, de tweede fase zal volgend jaar, 2015, volgen. Dat betekent dat nu eigenlijk in die eerste fase onze netheidsverantwoordelijken zijn ingeschakeld om niet drie keer per jaar rond te gaan, maar nu 6 maanden na elkaar plus dan nog eens 2 extra keren. Dus ze gaan een serieus bijkomend aantal keren rond om dan ook specifiek op hun extra toeren PMD-afval en blikjesafval te verzamelen. Dat wordt geïnventariseerd. En op basis daarvan, eenmaal als die fase voorbij is, zullen we tegen het einde van het jaar met diezelfde 4 partners aan tafel gaan zitten om de tweede fase van het project, wat eigenlijk een beetje het moment van de waarheid wordt, om dat uit te werken. Maar dat zal afhangen van de resultaten van hetgeen wat de mensen nu aan het doen zijn. Ik wil het ook nog wel even zeggen, ik ben eigenlijk bijzonder verheugd dat er zoveel netheidsverantwoordelijken zijn ingegaan op onze vraag om daaraan mee te doen, want het is toch niet zo evident om die toeren elke maand te doen. Uiteindelijk zijn er 23 individuele netheidsverantwoordelijken en 15 verenigingen die zich kandidaat gesteld hebben om daaraan mee te doen. Dus als je dat snel doortelt, zit je daar toch met tussen de 100 en 150 mensen die nu actief in dat project meestappen. Dat is eigenlijk de stand van zaken. Dat bedrag van 30.000 à 40.000 euro daar vorig jaar sprake van was, is dat voor dan die netheidsverantwoordelijke te stellen? Dat is, deels nu om die extra toeren te betalen van de netheidsverantwoordelijke. En hoe dat het volgend jaar zal besteed worden, is voorwerp van discussie. Dus zal op dat ogenblik beslist worden. Maar het aanvoelen is dat we daar toch overal willen inzetten op scholen en jeugd. Maar hoe en in welke vorm, dat is nog even afwachten. Ja, oké. Okay. Goed. Dank u. Dan puntje 24b. Dan komen we bij de N-VA-fractie. Nicole, de tussentijdse financiële rapportering. Ja, dank u, voorzitter. In september vorig jaar heeft onze fractie gevraagd of dat niet mogelijk was om tussentijdse financiële rapporteringen te ontvangen. Dat voorstel werd toen eigenlijk wel positief onthaald. Maar als ik het goed begrijp, is dat tot op deze moment nog niet in voege getreden. En de vraag was, wanneer is dat voorzien? Schepen van Rompuy? Ja, Nicole, ik denk dat op een van de laatste commissies door Erwin van den Berg toelichting is gegeven bij het project Charter Organisatiebeheersing en Beleidsmonitoring, want uiteindelijk wat uw vraag zit daar een beetje mee in verwerkt. Dat is inderdaad wat we moeten zien van in het nieuwe BBC-verhaal en systeem. Hoe krijgen we nu eigenlijk de juiste informatie bij de juiste mensen? Want het is evident dat iemand die diensthoofd is, misschien een andere soort van informatie nodig heeft dan iemand die in het schepencollege zit.
of dan iemand die in de gemeenteraad zit. En dat is eigenlijk een traject dat we nu aan het doorlopen zijn, dat ook beschreven wordt in dat charter. Als u dat wenst, moest u dat nog niet hebben, kan ik u dat bezorgen. En waarin dus inderdaad het engagement wordt aangegaan om na de opmaak van de meerjarenplanning 2014-2019 en ook het budget 2014, om dus te starten met een breed en diepgaand monitoringsysteem dat dus in staat is om duidelijke informatie te geven over de uitvoering van het beleid. Dus dat is niet puur financieel, maar dat gaat veel ruimer dan het louter financiële. Dat wil zeggen dat we doorheen de ganse doelstellingencascade indicatoren formuleren die dus de informatie op de verschillende niveaus opleveren in functie van de behoeften van de gemeenteraad, van het college, van de bijzondere comité's van het OCMW, van de managementteams, de diensthoofden enzovoort. En ik begrijp dat op het ambtelijk niveau daar toch al een belangrijk stuk van de weg is afgelegd en dat er vandaag daar voorstellen zijn om dat eigenlijk in kaart te brengen van wat is de soort van informatie die we moeten geven, om de hoeveel tijd gaan we die geven, wanneer gaan we die juist geven en wat is de benaming van het rapport. En zo is er vandaag een voorstel beschikbaar waarin dat is uitgewerkt voor het directiecomité, voor het managementteam van het OCMW, voor het managementteam van de gemeente, voor de sectorhoofden, voor de diensthoofden, voor de medewerkers en voor de respectievelijke secretarissen. Het luik dat daar niet in zit, en daar kijken we ook mee naar u allen, dat is, en dat heb ik hier in het verleden ook al herhaaldelijk via oproep gedaan, denk ik, dat is om inderdaad aan te geven van waar ligt daar de nood van de raadsleden en laten we samen bepalen van hoe breed of hoe beperkt moet die informatie zijn om uw rol als raadslid hier te kunnen vervullen. Nu, het charter is denk ik een 2-3 maanden geleden hier voorgesteld op de commissie. Ik weet niet of u ondertussen binnen de fractie de kans heeft gehad om dat intern te bekijken. Maar misschien lijkt het me niet onzinnig om daar op relatief korte termijn, toch met de verschillende fracties, over van gedachten te wisselen. Het is eigenlijk nu dat het moet geprikt worden, dat het moet klaargemaakt worden, zodanig dat dan alles kan voorbereid worden tegen het einde van het jaar. En we hopelijk vanaf 2015 die rapporten, zoals we dat nu afspreken, kunnen opleveren. Goed, voorstellen zijn altijd welkom dan. Ja. Oké, dan blijven we bij de N-VA-fractie met Koen Dillen, 24C, Zebrapad en verkeersremmer aan de Ambachtstraat. Koen. Ja, enkele weken geleden heb ik zelf kunnen vaststellen dat het een Ambachtstraat toch niet simpel is om over te steken op bepaalde momenten. Tussen de gebouwen 1 en 3 van de Ledwina-stichting, er komen nogal wat vrachtwagens door met serieuze snelheid. En die mensen die erover steken hebben over het algemeen een lichte beperking, zowel mentaal als lichamelijk. En maar ik heb dat toch gezien dat dat niet zo ongevaarlijk is. En daarom mijn vraag, kunnen we dan niet zorgen dat de mensen een zebrapad hebben om over te steken en dat daar eventueel een verkeersremmer is, dat de vrachtwagens er een beetje snelheid moeten minderen. Ofwel een verhoging, ofwel een versmalling, maar dat er toch aanpassingen gebeuren. Schepen van Hoofd? Ja, Koen, het is de eerste keer dat mij dat ter oren komt, dus dat er te hoge snelheid zou zijn in de Ambachtstraat. Dat was nog niet echt gemeld. Het is ook de eerste keer dus dat de vraag komt vanuit de Ledwina-stichting om daar eventueel een zebrapad of een verhoging aan te leggen. Ik heb vorige week vrijdag met de directeur RIN contact opgenomen. Ik ben ook samen met hem ter plaatse gaan kijken. Ik heb ondertussen ook met onze verkeersdienst afgesproken dat er een dossier wordt opgemaakt en dat er tellingen worden uitgevoerd. Dus zowel tellingen van het aantal oversteekbewegingen, maar ook tellingen van het verkeer dat passeert, de snelheid, maar ook de hoeveelheid. En op basis van die resultaten zullen er gepaste maatregelen getroffen worden. Dus dat wordt het systeem, die vraag wordt ook in het CRM gestoken en op de verkeersdienst hebben ze tegen mij gezegd dat je daar ook zelf van op de hoogte zult gehouden worden van het vervolg. Oké, dank u wel. Goed, dan komen we bij de memo-fractie, puntje 24D. Fractievoorzitter Koen van Gompel in verband met de verkeerssituatie Hoek Adolf Rijdamslaan, Corbistraat. Koen. Ja, dank u voorzitter. Het gaat inderdaad over de gevaarlijke situatie die zich voordoet op het einde van de Adolf Rijdamslaan op het kruispunt met de Corbistraat. Zwaar verkeer en bussen moeten daar hun bocht pakken en kunnen dat niet anders doen dan door heel het voetpad, heel de stoep mee te nemen.
En dat zorgt uiteraard voor een gevaarlijke situatie voor de voetgangers en de vele fietsers die daar zitten, die daar voorbij rijden. Dus mijn vraag is, zijn er plannen om die situatie daar veiliger te maken? Schepen van Hoofd. Ja, Koen, ja, eerst en vooral moet ik toch zeggen dus dat dat geen officiële busverbinding is daar. Hè. Dus als daar een bus komt, dan heeft die geen dienst. Hè. Dus dat is punt 1. Het is juist, als een bus daar toch komt en die moet daar draaien, dat die voor een stuk over het voetpad moet gaan. Nu, dat is in het verleden al een aantal keren gemeld aan de lijn, dus dat chauffeurs een andere route moeten kiezen. Hier op de verkeersdienst leefde het idee dat dat beter was, dus dat dat momenteel minder gebeurt. Ik ben er voorbije dagen ook een aantal keer gepasseerd. Ik heb het niet zien gebeuren. Maar in ieder geval, we hebben sowieso al beslist om dat nogmaals aan de lijn over te maken, dat zij daar eigenlijk niet hoeven te zijn. Ja, dat is dan het probleem van de lijn. Hè. Dus inderdaad, als die dan buiten dienst zijn, kunnen ze beter een andere route nemen. Want ik heb van iemand een stapeltje foto's gekregen, ik heb ze niet meegebracht. Maar het is een indrukwekkend stapel foto's van elke keer bussen en ook lichte vrachtwagens. Zo die daar zelfs, dat is fysiek niet mogelijk om daar een bocht naar links te nemen. Mm-hmm. Dus ze moeten sowieso over het voetpad. En ik denk dat er toch echt iets moest gebeuren, want het zijn niet alleen dus bussen, maar ook het zwaar verkeer. Die dus niet anders kunnen dan een voetpad nemen. Dus qua verkeerssituatie lijkt me dat toch echt wel niet goed. Hè. Ja, nee, ja, ik ken die foto's ook, want die passeren regelmatig Facebook. Waarschijnlijk. Dat zijn foto's van 4 jaar geleden. En om het jaar komen die zo terug. Het waren recente, hè, laatst. Ja, het zou kunnen. In ieder geval, ja, wat de bussen betreft, die moeten daar absoluut niet zijn. We kunnen natuurlijk altijd bekijken of dat er ergens een herinrichting kan gebeuren, maar we gaan toch in eerste instantie trachten de lijnhouders heel duidelijk te maken dat ze daar niet moeten zijn. Maar goed, als dat op lange termijn geen oplossing biedt, ja, dan moeten we dat herbekijken. Oké. Goed, puntje 24e. Koen, we blijven bij u in verband met de bushalte Molsluis. Ja, als we van het sluis richting Zilvermeer rijden en de brug over, dan staat er halverwege de brug aan de rechtse kant een bushalte. Op vraag van een aantal mensen is er dus gevraagd om die bushalte te verplaatsen naar onderaan de brug, zodanig dat ze niet altijd te voet de brug moeten opkleveren voordat ze de bus kunnen nemen. En het gaat om voor de duidelijkheid over de reguliere bus en niet over de belbus. Schepen van Hoofd? Ja, het gaat dus over de reguliere bus, maar die rijdt volgens mij alleen in juli en augustus. Dus als het geen betrekking heeft op de belbus, dan ga ik er even voor een stuk mee akkoord dat die inderdaad beter naar omlaag kan komen. Die staat daar inderdaad midden in de helling van de brug. Dus we gaan sowieso met de lijn contact opnemen. Dat is in het verleden al gebeurd. In de periode 2005-2007 is aan de lijn al gevraagd om die bushalte van onder, aan de onderkant van de brug in te richten. Dat heeft men toen niet gedaan, waarschijnlijk op basis van decreet basismobiliteit, zodanig dat je eigenlijk op 7, omdat dat ook een belbushalte is, zowel een reguliere halte als een belbushalte, zodanig dat je niet op een periode van 750 meter tussen een woning en die halte moet zitten. Dus dat zal waarschijnlijk de reden zijn, maar we zullen dat nogmaals vragen, want het heeft inderdaad weinig zin om een halte te organiseren halverwege de brug. Maar zoals ik u wel gemeld heb, als ze de belbus nemen, kunnen ze beter een andere halte nemen die dichterbij hen is. Ja, maar het blijkt dus te gaan om de mensen die de reguliere bus willen nemen. Ja. Oké. Dan blijven we bij u, Koen. En ook puntje 24F, dat gaat over de werken van de Sint-Apollonialaan. Ja, het ging inderdaad over de werken die afgelopen maandag in de Sint-Apollonialaan zijn doorgegaan. Ik woon daar, dus ik heb dat een beetje van nabij kunnen volgen. Ik heb ook gezien dat daar een enorme verkeerschaos teweeg gebracht heeft. Dat er mensen, en vooral dan zwaar verkeer, geen idee hadden hoe ze op het industriegebied moesten geraken. Ik ben dan zelf ook eens rondgereden. Ik heb ook gezien dat er eigenlijk zo goed als geen enkel omleiding voorzien was. En dat is toch wel een beetje jammer. Dus ik zou willen vragen in de toekomst, als hij dat nog eens voordoet, of als de Sint-Apollonialaan wordt afgewerkt, als dat nog gebeurt, of er dan kan voorzien worden in een degelijke omleiding. En of dan die omleiding ook kan besproken en gecoördineerd worden met de politie, want die bleken ook van niks te weten over de werken in de Sint-Apollonialaan. Schepen Schoofs. Ja, Koen, ik
Ik heb ook meldingen gekregen van verkeersproblemen, maar die waren niet zozeer van aard zoals jij het beschrijft. Dat had eigenlijk meer te maken met het feit dat er door een aantal weggebruikers de aangebrachte signalisatie niet werd opgevolgd en dat men eigenhandig de werfhekkes heeft verzet. En men dan op het parcours van de werken is terechtgekomen. Met alle gevolgen van dien, dat is trouwens ook vrij gevaarlijk. Ik vind dat eigenlijk een beetje onverantwoord. Onze mensen hebben dan in samenspraak met de aannemer de politie gevraagd om bijstand te leveren. En dat is ook gebeurd. Nadien is de werfzone eigenlijk vrij goed gespaard gebleven van ongewenst verkeer. Ik moet zeggen, we hebben ook de ochtend van die werken vastgesteld dat er één signalisatie niet geplaatst is. Dat is onmiddellijk rechtgezet door de aannemer. Dat betreft het kruispunt Postelarenweg Sint-Apollonialaan. Dus daar is de onmiddellijke signalisatie bijgeplaatst op eenvoudig verzoek van onze opzichter. Er was een signalisatieplan afgesproken. Dat is ook verleend door de verkeersdienst. Er is ook door de verkeersdienst zijn de bedrijven van de ambachtelijke zone zijn allemaal op de hoogte gebracht. Natuurlijk is het op dat moment hun taak om ook hun communicatie daar een beetje rond te doen. Leveringen en dergelijke, hun transporteurs op de hoogte brengen. Dat is bijna onbegonnen werk als wij dat moeten doen. Ik ben niet direct op de hoogte van het feit of er een echte omleiding hier wenselijk is. Want dat wordt natuurlijk heel moeilijk. Kunnen die vraag nog eens stellen aan de verkeersdienst, maar dat is niet evident. En misschien dat Paul daar ook zelfs nog kan in bijspringen. Het is niet evident om voor elk werk een omleiding te voorzien. Soms is het beter van geen omleiding te voorzien, heb ik mij laten vertellen, om geen concentratie van transport te krijgen over een bepaalde route. En een spontane, ja, laten we zeggen, menging van het verkeer te krijgen in alternatieve straten en belendende straten. Maar goed, het is natuurlijk moeilijk om de ambachtelijke zone te bereiken, gezien het feit dat er een spoorlijn ook zit, die dan natuurlijk aan de andere zijde de toegankelijkheid van die zone ook afbakend. Dus dat is misschien wel een moeilijke situatie, maar nogmaals, de verkeersdienst heeft wel de ambachtelijke zone, de bedrijven daar, geïnformeerd over de werken. Ja, ik geloof graag dat dat een moeilijke situatie is, maar toch ook wel een oplosbare situatie, denk ik. Want als je nu zegt dat zware camions gewoon door de Keilandse Zille konden rijden, gewoon door de Achterbos konden rijden, en dan pas aan het rondpunt te zien kregen dat ze niet op de Sint-Apollonialaan konden, dan moet u mij eens vertellen hoe dat die mensen op hun bestemming moeten komen als die in de Nijverheidslaan of zo moeten zijn. Ik heb een camionchauffeur gesproken die hem eerst in de Keilandse Zille gevraagd heeft aan de politie die daar stond hoe dat er moest rijden. En die politieman vroeg zelf aan de camionchauffeur wat is daar eigenlijk te doen, Ginder. Dus die waren duidelijk niet op de hoogte van de wegomleiding en van alle werken. Dus voor die mens was het een beetje een probleem. En het is ook die mens die op de duur de omleiding zelf, de barricade zelf heeft verplaatst. Omdat hem al een uur bezig was om te proberen in het bedrijf te geraken. En heeft uiteindelijk de hele signalisatie opzij gezet om er dan door te rijden. Wat natuurlijk heel jammer is, want dat heeft dan als gevolg dat de Sint-Apollonialaan terug op die plaats een beetje verzaakt is en zo. Ja, goed. Allee, het is natuurlijk moeilijk, Koen. Je hebt een werfzone en een werfzone heeft wel degelijk een aantal wettelijke gevolgen. Op een werfzone, als die afgebakend is en dat is geregistreerd, dat is vergund door onze verkeersdienst, als je daarop waagt of daar toch op verplaatst, ja, dan is dat eigenlijk een overtreding. Hè? En dan is dat ook volledig voor eigen risico. Als mensen daar echt door moeten, ja goed, als ze dat doen in overleg met de politie op dat moment en het hekken dan terugplaatsen, ja, dan is dat misschien wel mogelijk. Maar ik denk dat we slecht kunnen gaan toelaten dat mensen hekken
opzij zetten en zich op een werfzone verplaatsen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dan, om dat te voorkomen, moet er volgens mij dan voorzien worden in een degelijke omleiding. Dat ze kunnen zien, van hier kunnen we niet door. Want anders moeten we 180 graden draaien. Dus er moet een omleiding zijn om te zien langs waar kunnen we wel daar geraken. Het gaat tenslotte om een industriezone. Ik denk dat het in deze heel moeilijk is om een omleiding te beginnen organiseren, omdat je nog eens met, je zit met vrachtvervoer en tonnagebeperkingen van een aantal aanbelendende straten. Ik hou mijn hart vast om alles te gaan sturen langs ene weg. En goed, een weg die afgesloten is, is afgesloten. Inderdaad, dan moet men terug. De Keirlandse zullen ook nog eens volledig voor alle verkeer gaan afsluiten. Ik denk dat dat voor de ganse dag een beetje een brug te ver is. Maar dan zullen ze daar toch moeten duidelijk gemaakt worden. Als je hier doorrijdt, kunnen we straks niet meer verder rijden. Ja, maar dat is nu niet open. Je kunt niet alle zijstraten van de Keirlandse zullen weigeren dat er nog iemand wilt inrijden. Hè? Nee, maar wel in het begin. Hè. Dan weten de camionchauffeurs, als ik hier doorrijd, kan ik straks niet door. Dat is toch simpel? Dat wil zeggen dat je aan de turnhoutsbaan de Keirlandse zullen moet afzetten. Dat wil zeggen dat je ook alle zijstraten van de Keirlandse zullen niet in mocht. Dat je daar een signalisatie moet duidelijk maken. Als je mag hier doorrijden, maar als je doorrijdt, kun je op het einde niet meer door. Die borden bestaan toch? Maar goed, ik weet niet hoe de verkeersdienst dit beoordeelt. Ik ben daar ook in deze niet deskundig. Ik kon dat ook niet direct uitmaken uit uw vraag. Maar ja goed, wij moeten kunnen werken af en toe nog eens en dat zal met de nodige hinder moeten. En of dat er zaligmakende oplossingen altijd voor handen zijn, dat betwijfel ik. Het was een werk van één dag. Ik denk dat de hinder dan ook beperkt blijft. Goed, we zullen nog eens terugkoppelen met de mensen van de verkeersdienst, maar ik zie daar niet direct een oplossing om al die problemen te kunnen voorzien. En moet een aannemer de baan nog komen afwerken of is de eindfase? Het is dus zo dat de eindfase nog niet helemaal klaar. De procedure voorziet dat eerst de kleeflaag wordt aangebracht, dat daar dan een kleine dunne kiezellaag wordt opgestrooid. En dan moet er volgens bestek 2 maal minstens geborsteld worden. Er is 1 maal geborsteld vorige week en wij moeten wellicht morgen nog een tweede borstelbeurt laten passeren. Is dat onvoldoende, ja, dan zal er wellicht nog een derde volgen. Ja. En er zijn nog hier en daar onvolkomenheden in het werk die nog moeten bijgestuurd worden door de aannemer. Ja, dus de putten en de neffenheden die er nu in zitten, die gaan er in principe blijven? Niet allemaal. Ik heb ook zelf vastgesteld dat er een aantal putten niet hersteld waren. Dat was tegen de afspraken in. Dus men gaat morgen nog een gesprek hebben met een aannemer. Er zijn nog een aantal zaken die moeten bijgestuurd worden. Ja, want dan denk ik dat je daar eens met een aannemer heel, heel secuur zou moeten gaan kijken, want op sommige plaatsen is het gewoon erger geworden dan vroeger. Op het einde van de plaatsen, op andere plaatsen is het beter. De grote herstellingen zijn gebeurd voor de winter, ja. Dat weet jij ook. Het is nu een bitumenlaag, bedoeld om eigenlijk dat wegdek verder nog te beschermen voor een aantal jaren tegen invloeden van weer en vorst. Ik wil er toch ook even aan toevoegen, dit is een herstelwerk. Dit is bedoeld om de weg nog een aantal jaar te kunnen gebruiken en verdere slijtage te verhinderen. Zoals ik er straks al gezegd heb, wij hopen daar binnen afzienbare tijd, binnen een aantal jaar, effectief een volledige vernieuwing van de weg te voorzien in combinatie met rioleringswerken. Dus ik denk dat we ook moeten duidelijk communiceren wat hier de bedoeling van dit werk is. Het is een tijdelijke herstelling. Om die reden hebben wij ook een bewonersbrief nog klaar en die wordt ook nog deze week gepost. Oké, Koen. En we blijven bij u. Je hebt kenbaar geen campagne moeten voeren deze keer. 24G, Koen. Corbystraat autovrij in de weekends. Dat is een vraag die zal rap beantwoord zijn, vrees ik, voorzitter. Ik ga het kort houden. Maar ik zou er toch graag een heel duidelijk en uitvoerig antwoord op. Ja. Schepen van Hof. Ik moet ze zelfs niet stellen. Nee. Een aantal maanden geleden heb ik aan de verkeersdienst gevraagd om een aantal tellingen uit te voeren, om te zien wat is de impact. Stel dat je dat deel van de Corbystraat afsluit, wat is de impact daarop op de omliggende straat? Dus zowel het stuk waarover we het hebben van het rond naar de Boerenkrijgstraat, maar ook van de Boerenkrijgstraat naar
het Laar, als het stuk Corbystraat richting het station, als de Edmond van Hoofdstraat hadden gevraagd. Nu, na één dag waren de telkabels al kapot geknipt. Ik was daar not amused mee. De verkeersdienst was daar ook niet echt happy en gelukkig mee. Het gevolg is dat eigenlijk, wij hebben een hele lange wachtlijst van tellingen, dat die tellingen achteraan op de agenda beland zijn. Dus ik heb die cijfers op dit moment niet. Maar dus die cijfers die gaan er wel komen, maar dat zal pas september, oktober zijn, eer dat we daar cijfers over gaan hebben. Twee, ik ben onder andere na uw vraag van vorig jaar gepasseerd op de Raad Lokale Economie. Ik heb daar ook die vraag gesteld. Ik moet zeggen, dat was toch het aanvoelen dat ik had, dat daar redelijk weinig animo was om de Corbystraat, om dat deel van de Corbystraat af te sluiten. En het is ook zo, ja, ik krijg heel veel mails en telefoons van mensen die zeggen, je moet bij mijn straat eens komen zien, en daar, en daar, en daar. Maar vanuit een autovrij Corbystraat, daar krijg ik eigenlijk heel weinig reacties van. Dus ik denk dat daar eigenlijk weinig animo over is. Drie jaar geweten dat er een heel wat praktische bezwaren zijn. Die zijn hier de voorbije 6, 7, 8 jaar al uitvoerig geformuleerd. Ik ga dat nu niet doen. Maar de kern is volgens mij toch dus dat wij die cijfers gaan afwachten en dan een evaluatie gaan doen van wat er die cijfers geven. Ja, dat is al een start. Maar ik zou er ook wel op zeggen, die bewuste vergadering, ik weet toevallig ook dat er geen enkele handelaar uit de Corbystraat aanwezig was. Dus dat is een beetje jammer en ook een beetje matig als testgroep om dat dan te gebruiken als argument van er is weinig animo voor. Er zijn ook nog, de handelaars van de Corbystraat, er zijn de bewoners van de Corbystraat en er zijn de gebruikers van de Corbystraat. Ik denk dat dat ook drie belangrijke groepen zijn en die zijn ook allemaal vragende partijen. Dus ik denk dat die ook moeten betrokken worden in heel het idee. Nu, dat punt dat stond op de agenda, dus dat was ook van tevoren aangekondigd. Maar ik stel voor dat we die cijfers afwachten en als daar een participatie moet gebeuren, als we die stap gaan zetten, dan zal dat sowieso gebeuren. Maar ik denk dat het op dit moment niet aan de orde is, nog niet. Oké, Koen. Collega's, dan heb ik nog een puntje dat verband houdt met het bezoek aan de gemeentediensten op zaterdag 14 juni. Maar de secretaris gaat dat even toelichten. Dat is al gemeld. Ik zal nog een mail versturen met het exacte uur. Het voorstel is als het goed weer is met de fiets een bezoek te brengen aan de werkplaats in de Rivierstraat en ook kazerne van de brandweer. Alsjeblieft. Samenkomst zal ook in de mail vermeld worden, ofwel is dat hier aan het getal, ofwel rechtstreeks aan de Rivierstraat, maar dat wordt nog gecommuniceerd. Mail is op komst. Goed, collega's, dan is de agenda afgehandeld. Oh, sorry, Koen, jij wenst nog iets tussen te komen? We hebben een uitnodiging gekregen voor het Mols Bierfestival. Ik zou aan de ondervoorzitter willen vragen of dat er bieren zonder alcohol geserveerd worden. Ja. Ja. Goed, dan sluit ik hiermee de vergadering van maandag 26 mei.